Hey mensen en welkom bij weer een nieuwe video van Mr. Stevia. Ik heb gisteren hele lekkere aardbeien kokosdonuts gemaakt. En aan jullie laat ik zien hoe je deze donuts maakt. En dus ook met kokos en aardbeien. Ik hou niet van kokos. Of nee, niet. Ik hou niet van kokos. Ik ben er niet dol op. Oké, dus ja, je wil in de video ook iets anders dan kokos. Heb je iets anders? Ik heb een idee. Jij bent toch dol op witte chocolade? Ik denk het, ja. Ik ga voor jou een donutrecept ontwikkelen met suikervrije witte chocolade. Ik ben benieuwd. Veel kijkplezier! De natte ingrediënten in dit recept zijn Griekse yoghurt, halfvolle melk, kokosolie en eieren. De droge ingrediënten zijn havermeel gemaakt van fijn gemalen havermout. Ik heb glutenvrije havermout gekozen. Stevia vanillesuiker, wijnsteenbakpoeder, nootmuskaat en santaangom. Verwarm de oven voor op 180 graden. Eerst voeg je de kokosolie samen met de Griekse yoghurt in de mengkom. Dit mix je tot een romige massa. Vervolgens giet je de melk erbij. En roer je het voorzichtig door. Als alles vermengd is, voeg je de eieren toe. Voeg nu de droge ingrediënten toe. Voeg als laatste een klein beetje santaangom toe voor een betere binding. En mix tot een glad beslag. Vet de donutvormpjes goed in met kokosolie en vul deze vervolgens met het beslag. Is het beslag goed verdeeld over de vormpjes, dan zijn de donuts klaar om in de oven te gaan. En deze worden afgebakken gedurende 25 minuten. Als ze gaar zijn, haal je ze uit de oven en laat je ze afkoelen. Voor de ganache hebben we witte chocolade en slagroom nodig. Verhit 1 deel slagroom op het vuur. Zodra het kookt, doe je de witte chocolade erbij. En laat je het al roerende smelten. Zodra de chocolade is gesmolten en afgekoeld en dus een beetje ingedikt, dip je de donuts in het chocoladeganache en laat je het verder uitharden. En zo maak je prachtige witte chocoladedonuts. Uiteraard kun je in plaats van witte ook pure chocolade gebruiken en deze chocoladedonuts maken. Wie lustig een suikervrije chocoladedonut? Ja, dat lust ik wel. Wil je puur of melk? Nee, puur alsjeblieft. Of wit bedoel ik? Doe maar een, ja. Breek er maar de midden en geef maar een... Mijn ook dubbel elefant dan, ja. Kenneth. Alsjeblieft. Dankjewel. En wat wil jij, Angela? Dat stukje gewoon nog proberen. Is dat goed? Dat is lekker. Ja? Ik zal eens gaan testen. Ja. En, hoe smaakt die? Uit de kunst. Wil jij een stukje proeven? Nee, ik niet. Oh. En? Ik pak een witte. Hij smaakt wel, maar hij is heel erg van smaak. Nou, mooi. Nee, het smaakt wel, ja. Het smaakt wel, ja, maar het moet lekker een beetje op kokos wat erin zit. Ja. Kokosolie. Ja, en het smaakt lekker? Ja, dat proef ik. Ja hoor, ja? Heel lekker. Oké. Okay. Ja, maar het is lekker. Ja. Nou. Ja, nou, vanaf er niet te veel zoet in zit, is hij toch zoet. Ja,
het in het mooi uit, ja. Okay.